Ik maakte al eens een video over Vlieland en die vul ik nu aan met beelden die ik afgelopen jaar maakte tijdens een zeiltocht. De eerste video vind je op de playlist over de Wadden op mijn YouTube kanaal. Hier nader ik met mijn zeilboot Vlieland in de Vliesloot. Jan de Pierenman heeft een nieuwe boot en ik kwam hem in het bos tegen met ook al een nieuw hondje. Vanuit het havenrestaurant heb je dit uitzicht. De Vlieland komt binnen. En daar heeft hij aangelegd. Ook de Noord-Nederland legt hij soms aan. Bij de veerstijger staat dit standbeeld van de Vlielandse ontdekkingsreiziger Willem de Vlaming. Naar hem is een van de nieuwe veerboten van Doekse genoemd. Ik heb wat rondgekeken en zag dat de vuurtoren mooi rood weer uit de stijgers is gekomen. In het dorp tref je dit houtsnijwerk met lepelaars en die zit in de video voor mijn vrouw die dol is op lepelaars. Slauwerhof had een nauwe band met Vlieland en kreeg deze gevelsteen. Heel lang woonde en werkte er op Vlieland loodsen. Niet voor niets staat er dus in het wapen van Vlieland een zwarte loodsboot. In 1860 kreeg Vlieland een loodsstation van het Rijk dat inmiddels is opgeheven. Het gebouw heb ik niet kunnen vinden, dit is het in ieder geval niet, maar ik heb wel de loodswoning uit 1911 gevonden. Ik wist dat het interieur van de kerk vanuit een maritiem oogpunt interessant is en wilde dat wel eens bekijken. De kosteres bleek bereid om mij buiten de normale bezoekerstijden in de kerk rond te leiden. Deze kaken van de Groenlandse walvis werden uit armoede gebruikt als grafsteen. En dit staat erop. In de kerk is naast aangevoerd materiaal ook juthout gebruikt, zoals bij deze pilaren die zijn gemaakt van masten. Hier preekte dominee Van Heuven, die tijdens een preek ooit na een melding van een stranding de gemeente heel even geduld moest vragen, zodat ze allemaal tegelijk naar het strand konden. Ook staan er mooie scheepsmodellen. Deze kroonluchter zou geschonken zijn door Michiel de Ruiter. Er zit onder andere een schildje op van de koning van Zweden, waarmee de Ruiter blijkbaar een goede relatie had. 'S Avonds ga ik nog even door de duinen naar het strand. Daar tref ik deze paraglider die gebruik maakt van de wind die tegen de duinen opstijgt. Thank you.
Om te voorkomen dat Vlieland wegspoelt, liggen hier heel veel van deze strandhoofden. Zo een zag ik niet eerder. Het lijkt wel of er schotten in hebben gezeten. Dan valt de avond. Ik ben een dag op Vlieland gebleven en heb daar leuke dingen gedaan. Het bleek bijvoorbeeld reddingbootdag van de KNRM. En ik mocht als redder van de wal sinds 1993 mee met de graaf van Bieland. En dat is een indrukwekkende ervaring. Havenmeester Cornelis blijkt een van de vrijwilligers van de KNRM. Bij deze boei stond de reddingboot in een paar seconden stil en gingen we vervolgens weer als een speer vandoor. Daarna bleek havenmeester Wesley bereid om mij met zijn bootje even naar Richel te varen, dat ik wel eens van dichtbij wilde bekijken. Aan land gaan zat er helaas even niet in. In de verte zie je zeehondjes. Bedankt Wesley. In het dorp ging ik op zoek naar commandeurswoningen en het viel niet mee om die te vinden. Volgens de eigenaren van deze zogenaamde Zaanse woning zou hier er een gewoond hebben. Velen verwezen mij naar Dirk Bruin die er meer van zou weten. Ik heb hem bezocht en legde hem deze foto voor van huizen die ik ervan verdacht dat er commandeurs- of kapiteinswoningen zouden zijn. En hij vermoedde hetzelfde, maar wist het niet zeker. Hij is in ieder geval de motor achter de restauratie van bunkers van de Atlantic Wall en ik ben daar natuurlijk gaan kijken. Thank you.
S'avonds heb ik natuurlijk weer een strandwandeling gemaakt. In de banden van de Vlieuwers Express staat weer een nieuw gedicht. De avondboot die draait de Vliesloot in. En dan zit het er weer op.